mooie van de homeopathie is dat het de optimale gelegenheid biedt om jezelf te worden. Voor zover je dat niet bent. Er zijn wezenlijke verschillen tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. En de complementaire geneeskunde met name homeopathie. Homeopathie is een dynamische geneeskunde. En wat houdt dat nu in? In de reguliere geneeskunde gaat men ervan uit dat ziekte zichtbaar is. In de jaren 70, 80 was als men geen diagnose kon stellen, dan zat het tussen de oren. Dan was het psychosomatisch. En dat betekent dat op het moment dat de reguliere geneeskunde zegt, dit is ziekte, dan kun je iets zien. Dan zit er een tumor of dan zit er een galsteen of dan zit er wat anders wat zichtbaar is. Maar dat wat zichtbaar is, komt niet uit de lucht vallen. Dat wat zichtbaar is, wordt gemaakt als activiteit van het lichaam. En als je dat alleen maar weghaalt, dan betekent het dat het proces wat daar aanleiding toe gegeven heeft, dat dat ontstaat, dat in feite de werkelijke ziekte, dat die nog intact is. En dat die zich op termijn weer opnieuw gaat uiten in dezelfde vorm of soms in andere vormen. En dat is wat we zien in de reguliere geneeskunde, dat is wat we maatschappelijk zien. Want als we een patiënt behandelen en we onderdrukken het, dan komt het erger terug. Dus de kosten in de gezondheidszorg stijgen jaarlijks met 10%. En 1 op de 3 mensen die ziek is, is ziek omdat hij behandeld is. Omdat hij geneesmiddelen gebruikt. We noemen dat iatrogene ziekte. Dus de reguliere geneeskunde vanuit homeopathische optiek in alle bescheidenheid maakt ziekte. Homeopathie daarentegen is een reactiegeneeskunde. Dus we hebben het zelfgenezende vermogen van de natuur is gebaseerd op de derde wet van Newton, dus een natuurwet. Die derde wet van Newton is een hele centrale, belangrijke wet. Dat wil zeggen, alles wat leeft, is gebaseerd op die wet. En dat betekent dat op iedere actie uitgeoefend op een levend organisme een reactie komt, waardoor de balans hersteld wordt. Deze natuurwet zegt bijvoorbeeld, als ik mijn hoofd stoot, krijg ik geen deuk, maar een bult. Een deuk, de reactie is precies tegenovergesteld. En daar wordt een bult van gemaakt. Net zoals iedere inademing natuurnoodzakelijk gevolgd moet worden door een uitademing. En daar moet een evenwicht in ontstaan. Als ik te weinig inadem, te veel uitadem, word ik benauwd. Als ik te veel inadem, te weinig uitadem, word ik ook benauwd. Dus dat is een balans. Dat heet homeostase. In de homeopathie maken we gebruik van kunstmatige ziekte. Dus we geven de patiënt een kunstmatig ziektemiddel. Een kunstmatig ziekmaakmiddel. Een homeopathisch geneesmiddel bestaat dus niet. Een homeopathisch middel is in feite een kunstmatig ziekmaakmiddel. En als je de patiënt kunstmatig ziek maakt, stimuleer je als reactie de natuurlijke genezing, de natuurlijke gezondheid, op basis van de derde wet van Newton. Dus als homeopaat geef ik de patiënt een middel wat de natuurlijke ziekte kopieert, het is eigenlijk een kunstmatig ziekmaakmiddel, als actie, als reactie van het natuurlijke herstelvermogen, roept dat kunstmatig ziekmaakmiddel de natuurlijke gezondheid tevoorschijn. Op basis van een eigen genezingsactiviteit van de patiënt. Dus de immuniteit neemt toe, de weerstand neemt toe, de vitaliteit neemt toe, de gezondheid neemt toe. Als reactie op een homeopathisch kunstmatig ziekmaakmiddel.